Hey, einde van de praktijkdag, hebben jullie al geleerd? Was waardevol? Zeker, ja. Dat van die verhuurhypotheek, dat je dat niet kan doen bij recreatiewoning, zeg maar. Dat is inderdaad wel heel leerzaam. En dat het puntensysteem verandert, dat is ook heel fijn om te weten. Ja, dat wat je zei, van, je kan het wel met een verhuurhypotheek doen, maar dan moet je een splitsen voor 30%. Ja. Een mooie tip weer meegekregen. Ja. Gaan we ook kijken of we dat kunnen uitwerken in een of andere huisjes. Ja. Zo gaan aankopen. Heb je het gevoel dat je over een jaar een vakantiewoning kan hebben of niet? Ik wel. Ja. Nee, mijn man is vrij kritisch, dat wel. En, ja, dat is goed. Stel je vragen ook gerust in de live calls, hè? Ja. Zeker. Inderdaad, dat we zeiden van die adviseur moeten we eigenlijk gewoon even skippen, hè? En dan even nieuw opzoeken. Ja. Kijk, het doel is duidelijk. Nu is het alleen even kijken welke weg gaan we behandelen. Ja. Zeker. Ja. Ja, jullie hadden best wel wat gezien toch, of niet? Ja, ik heb ook een andere cursus gevolgd natuurlijk. Ja. Ja, zeker waardevol. Ja? Overzichtelijk, duidelijk. Kijk, het is ook, kijk, als je het is levenslang toegang. Dus als je een keer denkt van, hé, hoe zat het ook alweer? Ja. Kijk dan eventjes de video terug. Ja, zeker weten. Helemaal goed. Laatste vraag. Zou je hem aanraden als iemand anders zegt van, ik wil ook starten met vakantiewoning? Is het een waardevol? Ja, 100%. Zeker iets aan geweest voor ons. Ja, nee, maar dat is wel even heel belangrijk om te leggen. Nou, weet je, ik zei het net ook al tegen de andere cursisten. Ja, weet je, er zijn zoveel vakantiewoningen. Ja. Ik zou ze liefst allemaal zelf willen kopen, maar ik kan het niet. Dus daarom vind ik het juist heel leuk dat jullie het ook doen. Wij zijn tevreden en laten we dan samen, zeg maar, gaan investeren weer. Ja, uiteindelijk heb je ook niet heel veel aan als je miljoenen hebt. Dan ben je van gekkigheid niet meer bij de mee moet doen, toch? Ja, dus, dat vind ik gewoon belangrijker. Ja. Ik hoef ook niet zo heel veel geld te zijn. Je moet gewoon een fijn leven hebben en dat is belangrijk. Ja, ja, en dat je kan kiezen tussen werk. Ja, precies. Oké, nou bedankt. Ja, jij ook. Ja, op weg.